Nou, dag 2 van het beeld 2013. Van de keynote, hè? Die begon met Satya Nadella. Dat is de baas van het hele Windows Azure team. Die kwam met redelijk indrukwekkende getallen. Zoveel miljard stort objecten en 100% groei in 6 maanden van de compute services. Ja, ik denk dat ze wel bezig zijn aan iets goeds daar, hè? En toen kregen we Scott Guthrie. Wat vinden we daarvan? Ja, een redelijk standaard demo volgens mij op zijn Scots. Wel ja, leuk om te zien, zoals altijd. Autoscaling zat erin. Autoscaling van je storage vanuit de portal. Nou, dat vond ik wel indrukwekkend. Wat ik gezien heb is het alleen op CPU. Het lijkt niet op memory bijvoorbeeld te zijn. Dat was net ook al even over. Misschien enigszins beperkt. Maar wel op queues, dat zou eigenlijk werken. Ja, daarom. Ja, ik denk als je meer geavanceerde scenario's hebt, heb je nog steeds Wasabi nodig. Maar voor de simpele versies kan het. Ja, dat is leuk. Oké. Okay. En Scott heeft ook nog een stukje Bistop laten zien in de cloud. Oh ja, Bistop Online, Bistop Services. Ja. Maar eigenlijk niet echt nieuws, hè? Nee. Die dingen wisten we al. Ja. Heeft hij laten zien, cool. Ja, ja precies. Ja. 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 Nou, die autoscanning was er nieuw, want die nieuwe in het review ging. Ja. Ja. En toen? Scott Hanselman. Toen kregen we Scott Hanselman. Oh ja, Scott Hanselman. Scott Hanselman ging een demo geven. Ja. Altijd leuk. Ja. Hello my friends. Zo begint hij. Ja. Ja, dat zit op hem tegelijk wel. Hij had wel echt nieuws, hè? Hij had een paar wel echt nieuwe dingen, hoe ze omgaan met nieuwe webprojecten, hoe die in elkaar zitten. Ja. Het One ASP.NET doel wat ze hebben, één platform waar alle dingen op alle manieren samenwerken. Ja. Dat was wel nieuw. Intern gebruik van SignalR om je webbrowsers ook te refreshen. Ook heel cool, auto-refresh, dat je terwijl je development op meerdere browsers tegelijkertijd ziet updaten wat je doet in je code. Ja. Zet zo'n default browser toe, meerdere browsers. Ik hoor sowieso heel veel SignalR. Ja. Heel veel. Ja. En vergeet ook de wizard configuratie niet voor je authenticatie. Ook heel handig. Ja. AD en RGAD. Ja. Dat was ook een stukje schuld. Hij probeerde echt een punt over te brengen dat het hele debat van MVC versus webforms en bijvoorbeeld SignalR versus WebAPI, dat staat gewoon naast elkaar onder één paraplu. Er is één ASP.NET project, one ASP.NET, dat is de term. En je kunt ze gewoon combineren, ad hoc op het moment dat je ze nodig krijgt. En het is ook fully supported en je kunt je eigen dingen ernaast gaan zetten. Dus als je zelf ook een smaak hebt, kun je die ernaast zetten en als community gewoon publishen. En dan staat hij erbij in die Dialog Visual Studio. Dus het is het einde van het debat over wat voor project moet je kiezen. En hij noemde die nieuwe project dialog van, die we in de huidige versie hebben. Die noemde, omschreef hij zoiets als, no matter what you choose, you're always screwed. Zoiets zei hij. En nou heb je gewoon één keuze en kun je dynamisch de technologieën combineren die je wilt. Ja. Hey, toen hebben we nog over Office 365 development gehoord. Ja. Wel cool, hè? Ja. Ja. Ja, het is voor de hardcore developer misschien niet het meest stoer om mee bezig te zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat vanuit business perspectief, hè, met die light switch technologie, je kan wel heel snel custom applicaties maken die helemaal integreren in die Office 365 en SharePoint omgeving. Ja. En het voordeel van die light switch app is dat je ook gewoon relaties kan leggen met een SharePoint model, of wat je daarin hebt in je eigen model. Je kan nu ook veel meer customizen in light switch. Eigen controles moet toevoegen, je kan op je eigen events reageren. Dus LightSwitch heeft ook een behoorlijke stap. Ja. Ik had wel het idee dat het heel erg specifiek was voor dat type toepassing. Je moet er dat mee maken en niet iets anders. Ja, klopt. Dan gaat het goed. Dat ik ook, precies. Ja, niet te veel eisen stellen. Nee. Gewoon doen zoals het in de doos zit en dan kan je snel en effectief werken. Maar niet hele rare dingen mee willen doen. En Bing kwam weer even terug. Het verrijken van willekeurige tekst in een website met alleen maar een kleine include, waardoor eigenlijk die semantisch de tekst analyseert. En bijvoorbeeld als er staat van ik ben leuk op prijs in Valencia,
dan maakt hij een hyperlink van Valencia en dan komt er zo'n hele rijke contextbox met plaatjes en wat er in met definities van wat op Valencia is. Ja. Het was ook echt semantische analyse, dus hij snapt echt uit de context wat voor soort ding je bedoelt. Ja. Heel licht gewicht, heel krachtig. Ja. Ja. Hey, toen hadden we even een korte pauze en toen kwam er een hele lange serie van demo's van twee developer evangelisten, ik ben hun namen vergeten. Zijn daar nog dingen van bijgebleven? Volgens mij gaat dit geluid echt te hard worden. Dit gaat gewoon echt niet werken. We gaan hem even uitzetten. Het is net over. Oh, het gaat stoppen. Dan moeten we nee, want het maakt niet uit. Ja. Het was wel heel gaaf. Het was een combinatie van gaming weer. Ja, het enige wat mij is bijgebleven is dat hij dan eindelijk iets liet vallen over het Xbox development. Ja. Hij zei, we have nothing to announce today, yes. Maar hou er rekening mee dat Windows, de Xbox bestaat uit twee virtuele machines, één voor gaming en één Windows 8. Ja. Dus als je voor de Xbox wilt ontwikkelen, ga dan maar nu voor de Windows 8 ontwikkelen. Ja. Maar ik heb niks te announce today. Precies. Dat was wel genoeg. Xbox.js hebben we gezien. Ja, één JavaScript-vuiltje. Ja, Xbox.js. Onbegrijpelijk wanneer dat nu gaan vertellen. Dat is echt een raadsel. Ze zijn of er nog niet mee klaar, of ze willen er een grote verrassing van maken. Maar ja, ik had verwacht dat dit het moment was. Ja. Maar ze houden er nog achter de hand. Ja. Wat verder nog vandaag? Heb je nog opvallende dingen gehoord? Voor mij was de rest van de dag eigenlijk uitwerking van de dingen die ik in de ochtend gehoord had. Ja, ik heb zelf twee de Signal A gezien bijvoorbeeld. Erg interessante versie over een serie over hoe je Signal A in enterprise kan neerzetten. Dus meer schaalbare oplossingen. Praktische voorbeelden. Leuk gedaan, leuke sessie. Over storage cloud storage heb ik wat gezien. Was ook interessant, een hoop best practices en een hoop inzicht evengoed. Redelijk statisch. En nog een serie gezien over een nieuwe Kinect en dat was echt heel gaaf. Ze begonnen met dat er iemand werd gescand met de Kinect. Dat saved dus als 3D-file. Die werd vervolgens in Autodesk ingeladen. Dus hij was gecaptured met de Kinect in Autodesk ingeladen en vanaf Autodesk gingen ze printen naar die 3D-printer. Terwijl de sessie liep, dus dat was echt wel gaaf. Dat was het begin met de standaard Kinect, de huidige. Later lieten ze de huidige Kinect ook zien, zeg maar wat die kon qua performance. En toen pakten ze de nieuwe. En dat is echt zo een wereld van verschil qua detail. Dat is gewoon hartstikke scherp. En ze hebben ook het skeleton laten zien, zeg maar, wat ze kunnen capturen. Er zitten gewoon veel meer punten bij. Dus er was een jongen die deed een demo en zag alles helemaal. Je kunt je vingers zien, hè? Ja, echt je vingers. En met de oude zag je ook echt dat het bijna één klomp was, je vingers. En als hij zo op zijn borst deed, dan viel alles weg. En nu blijf je gewoon je vingers zien. Hij deed zijn mond open, je kon het zien. Het was echt, je kon bijna een expressie gewoon op zijn gezicht zien. Dus die resolutie is allemaal HD-kwaliteit. Die is gewoon veel hoger. Dus daar gaat heel veel mee gedaan worden. Dat weet ik zeker. Ook op andere gebieden buiten games. Door. Ja, ik zit er toch een tijd op te wachten. Je leest erover, je hoort erover, er wordt aan gewerkt, maar ik vind het is nog niet echt enorm doorgebroken. Nee, goed, we moeten afwachten. Ze geven ook aan medische applicaties bijvoorbeeld, omdat ze nu veel meer detail hebben. Dus ook, ze zien ook hoe je heupen, gaf je bijvoorbeeld hoe je heupen bewegen, dat kun je echt nu zien. Dus grave sessies. Nog andere dingen? Ik heb een sessie gevolgd over het betrouwbaar maken van Windows Store apps. En wat daar wel handig aan was dat je nu echt ingebouwde loggingfuncties hebt die bij een error iets kunnen submitten voor jou naar de service van jezelf. Of die iets kunnen queuen met een soort rotating buffer op het filesysteem en dan uploaden. Dus dat was leuk. Maar het meest indrukwekkend vond ik eigenlijk twee sessies over Azure Mobile Services. Waarbij je toch echt ziet dat het een heel stuk volwassener en flexibeler is geworden. Je kunt bijvoorbeeld je eigen custom API's gewoon definiëren. Dus niet alleen meer CRUD-operaties op je tabellen in SQL. Maar je kunt gewoon je eigen API met een custom script definiëren. En dat is dan ook weer gelijk deploybaar via Git.
kunt custom authenticatie integreren. Er werd een demo gegeven hoe je zeg maar de code kunt integreren in PhoneGap. Als je de JavaScript gegenereerde code downloadt uit de service, kun je die zo op in een PhoneGap project plakken. Je kunt ook de C-sharp gegenereerde code in een Xamarin project plakken. En dat werd allemaal zo even vliegersvlug gedemoed. Heel indrukwekkend. Een jongen die ook sneller praat dan dat je kunt luisteren bijna. Dus zeker de moeite waard om die sessies nog eens slow motion te maken. Oké. Jij hebt een goede ding gehoord? De belangrijkste ding is Web API 2.0 die uit gaat komen. Oké, dat is ook mooi. Ja. Waar verbeterde unit testing support in zit. Dus we niet alles meer zelf aan te plooien in de post-MG unit testen methodes. Verbeterde routing support. Dus kunnen ze overloading doen op post methodes. En put and get. Dat zijn wel de twee belangrijkste dingen die. Oké, en authenticatie heel mooi ingebouwd heb ik gezien. Dat vond ik ook wel. Dit was nog niet af. Dit was nog niet af, maar goed, daar zijn ze aan bezig. Dezelfde authenticatie als je aanspeelt. Oké. Nou, ik heb nog de laatste sessie die mij is bijgebleven over de F12 Developer Tools van Internet Explorer 11. En ik ga nu echt wel eens proberen om in plaats van Chrome in Internet Explorer 11 te ontwikkelen. Want ze zijn nu toch wel echt heel dichtbij de functionaliteit voor developers die in Chrome ingebouwd zit met Internet Explorer 11. Ja. Dat begint toch echt heel goed, dat ziet er sowieso heel goed uit. Ja. Maar ja, het lijkt toch wel alle functies van Chrome nu ook ingebouwd te hebben. Ja. En dat is denk ik wel heel belangrijk voor webdevelopers. Nou, en nou het feest. Ja, de afterparty. De afterparty. De afterparty. Bussen zijn klaar. Met 6000 lelijke mannen bier en eten. Ja, goed. Wij gaan dan met Xamarin cocktails drinken. Ja. Nou, wij gaan iets anders doen. Andere lekker. Maar goed. Nou. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.